Niet normaal. Piepje in de broek. Ik zal het nooit meer doen. Hij heeft het warm, dat kun je zien. Hij kon dus... echt weer al niet inhouden. Sorry meester, ik heb niet goed geslapen. Ja. Zo gaan we gewoon verder. De hispel zegt dat je pamper moet aandoen. En af, hij is nerveus. Pamper. 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 Luier. Ja, luier. Pamper. Luier. Pampers. Pampers. Ja, zo heet Pampers, dat in België. Schattig. Nou, ook weer geleerd. Opschrijven, jongens. Ja, dus pamper in de plaats van luier. Oh, en Dennis, is hij aan de voorkant bezig? Of? Ik ben hier aan het zeker van de dak bezig. Oh, okay. Zeker, ja. Zo ga je een beetje detail toevoegen. Oh, ja, ik zie het, ja. Kanteetje, ja. Kijk, je maakt je zo'n beetje, want piraten, dit zijn niet altijd even propere mensen. Dat tak is een beetje kapot gegaan, zoals ziet, ze zijn wel eens aangevallen geweest. Ja, met die kanonnen die jullie afvuren continu. Dan snap ik wat er af en toe gaat in die daken komen. Hé, Biep? Ja. Echt, hè? Je moet je aankammen. Je hebt hem ook roes om je heen, om je koala's hoofdje. Ja, een heethoofd hier ook. Hij heeft hele open haren wat eruit steekt. Ja. Ja, oh, nu is het beter. Ja, goed gekant, goed gekant. Stille kappersbeurt. Ja, mooi hoor. Ziet er beter uit, Biep. Echt, hè? Kattig. Zo, maar dit was dan ongeveer denk ik het huis. Ik denk dat we veel hebben gezien ervan ook. Ja, zo moet jij gewoon je huis bouwen. Ziet er goed uit. Ik ben helemaal tevreden. En ik hoop... Rowie, let je ook op, want je zit voor me alleen maar te... Rowie is eten. Oh. Rowie is eten, ja. Oh, oh. Weer al zo. Eten in de les. Haar vijfde maaltijd. Ik kan niet hoor, eten in de les. Nou... Haar vijfde maaltijd van de dag. Ja, inderdaad. Jammer dit. Hoe we herkouden. We hebben al een heleboel van dingen. Maar er is nog één dat we niet hebben geleerd en dat gaat Jens gaan tonen. Jens, heel benieuwd. Show me what you got. Dus wat ontbreekt er nog in het huis binnenin, Tep? Ik denk detail in binnenin. Nou, meteen zo'n inrichting. Inrichting, ja. Is dat goed? Dus, warpschool. Oh. Ja, warpschool. Oh, warpschool. Inrichting. Ja, Roby zit ook in de inrichting, maar dat is dan wat anders. Kijk hoor. Kunnen maken. Een geitje, jongens. Kijk eens. Schoolbel. Oh jee. Hallo, Rio! Ja. Dus, welkom bij het derde lesuur, dames en heren. Sorry, ik ben een beetje laat. Oh, te laat. Nou, Kevin, mocht u. Nee, ik ga wel op mijn plek zitten. Twee van de bladzijden naar Hazen. Zo. Hazen. Vijf van de bladzijden naar Hazen schuiven. Dus nee, wat ze nu zouden doen is inrichting, pirateninrichting. Begrepen? Ja, pirateninrichting. Ja, zoals de dictatuur hier. Begrepen? Zo, ik heb geen effect meer. Wat's... We gaan de inrichting doen. Super gaaf. Ja. Ben heel benieuwd. Gaan jullie daar allemaal mee, jongens? Jo, jij ook? Ja. Oh. Yeah. Ja, zeker. Ja. Loop je het dan? Sorry. Gio. Uit de klas. Nou, misschien in het klaslokaal inhouden. Oh, warpschool. Oh, Kevin moet nog fly. Ja. Oh, ik pak zijn aan. Jens, stond jij ondertussen de andere wat ze moeten doen? Ja, dus we zullen inrichten, hè. Volg me maar. Is goed. In een rijtje hand in hand. Ja. Joe en Vincent aan de hand, of? Ja. Ja, ik denk dat ik met jouw hand in hand ga. Moet dat? Ja, om mijn zooi te slopen hier. Nou, doe maar Biepie. Kom, Biep. Zo, leeg. Schattig, kom. Ja. Cam, heb je fly, cam. Ja. Oké, okay, mooi. Hand in hand. Waar moeten we heen? Oh. Waar? Hier ook. Hoog springen. In de praktijkzalen. In de praktijkzalen. Kom. Oh, praktijk. Ja, mensen kunnen dat toch open doen, Jens. Dus, het wordt hier heel druk. Het wordt hier druk. Oh jee. Zeg het even wat. Oh jee. Oh help. Mensen, ik stel voor dat we Vincent en de crewleden goed laten kijken. Ja, voor opnames. Even. Fijn. Want ik zal even aan de kant gaan. Anders gaan we allemaal straf. Oh, dit ziet wel echt heel leuk uit al. Even kijken, kan ik erin geteleporteerd dus hier. Oké, okay, ja, laten we Vincent nou hier. Voor. Kijk, daar word ik helemaal getp'd speciaal. Wat lief. Ja, wat ik al getp'd? Yes, ja. Hier heb je een piratenslaapkamertje. Oh, met een hoofdje. En deze man ligt te slapen, hè, als je zoals wat je leuk. Ziet. Ik zou hem niet storen. Wat grappig, joh. Dus hier heb je al een gedetailleerde slaapkamer als voorbeeld. Dan tp ik even in de woonkamer. Even kijken, dat vind ik leuk om even te laten zien aan de mensen. Plantje zie ik, ze hebben een bed gemaakt inderdaad. Leuk dat hoofdje. Ja. Ziet er leuk uit, joh. Wat boeken. Ja, tp hij maar. Dan hebben ze woonkamer. Hier zo. Hier heb je de woonkamer van de piraten van Captain Hook.
Leuk, met een open haartje zie ik van steen. Ja. Eieren ervoor en een plantje weer, dat dat terugkomt. En ik zie ook een ennetje, een envilletje. En ik zie item frames aan de zijkant. Ik denk dat je ook signs kan gebruiken. Wat gaat in de vloer? Oh ja, gaten, ja. Wat gaat in de vloer? Dat zijn echt de details die wel nodig zijn. Ja, ja, leuk. Gaatjes hoor. In de muur ook als je het kijkt, zo wat verdieping. Oh ja, inderdaad. Weet je die sters gebruikt? Ja, oké. Okay. En dan is de bedoeling dat jullie dit na deze les ook kunnen doen in rechten. Okay. In piratenstijl. Oh jee. Dus nu is het goed om op te letten en notities te nemen. Ja, is goed. Dit zal ik live inrichten, dit restaurantje. Oké, okay, TP maar. TP hier. Davino. Jee. Dan ga ik even in mijn plaats, in mijn herberg. Mag ik ergens een hoek? Hallo iedereen. Misschien kan Vincent er ook, ja. Vincent kan er wel in. TP hier. Je kan toch naar boven een pijltje en dan doe je het weer. Daar komt Kevin, op. Stoute leerling. Dat weet je toch, Jens? Als je naar boven drukt, kan je het... Ja, oké. Okay. Nou, ik kan even hier vliegen of zo. Iedereen. Moet ik vliegen, ja? Flink zijn. Ja. Oh, oké, okay, zoals je het ziet. Foei. Hebben we hier een restaurantje die we moeten inrichten? Een klein piratenherbergje. Hè? Ja. Dus je ziet al dat ik hier wat detail in het plafond al heb gemaakt als voorbereiding. Doe je wat trapjes op en neer? Dat is altijd wel leuk. Kevin is 6 uit de klote achterin. Kevin. Nog één opmerking, hè? Nee. Dus Vincent, wat moet er komen in een herbergje? Hoi. Hoi. Dat is hetgeen dat er niet in moet. Dat is een andere herberg. Oh. Ja, nee. Nee, het is dus eigenlijk een cafeetje dat we aanmaken. Oké, okay, ja, zoals een piratenherbergje. Ik denk een barretje. Helemaal goed, joepie. Jee! Dus krijg een puntje, hè? Geo zei een bar maken we meestal met trapjes. Dus zo om een keer de trapjes. Tot hier ongeveer, ja, tot hier zo. Dan kan je hier een trap doormaken, zo zegt als de barman die hier dan staat van, oh, drank, dan kan je hier door bedienen. Dan hebben we ook nog glazen nodig, die erop kunnen staan. Zo wat plaatsen voor de glazen die erop kunnen staan en voor de tap en zo. Kunnen we hier dan aanhangen. Dan pak ik bijvoorbeeld een item frame. Dat je dan hier, en dan nog een bottle, zoals een echt glaas die daar hangt, zo. Zo, en omgekeerd zoals je kan aftappen. Echt een cafébaas. Sorry. Ik dacht al, zo, niks aan de hand. Nog één opmerking, anders ja, zie je, hoor je dat? Zo. En heb je, dan moet je geen examens doen, maar je op bij met mijn bot. Doe niet zo bot. Zo, dan hebben we al dit. Dan kunnen we ook hier een crafting tabletje zetten. Met je boom. Ga je planten? Zo, een craft. Planten. Een bruine boom. Ja, een crafting tabletje, ook met slabs eraan als versiering. En ik denk dat we dan eerst en vooral even de muur gaan detailleren. Want dit is nou een redelijk platte muur, hè? Zo, gewoon platte houtsoort. Gewoon plat. Ja, een beetje met sters, denk ik. En dan, ja, en dan doe ik zo wat sters er zo in. Zo lijkt het al wat verdieping in de muur. Zo overal wat sters. Hier. 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 En hier misschien ook nog eentje. Oh. Doe dit nog even op dan. Klink. Jo, vertel eens. Wat hebben we al gezegd? Ik luister. In commentaar. Het gaat ergens zo. Jongens, wel blijven opletten, hè. Daar wordt straf aan verbonden. Met jou. Kan het niet. Ik kan het niet. Oh, jongens. Zo, denk ja, ik ga door. Verder gaan met de les dan. Ja. Irritante leerlingen vandaag. Ja. Gaan we dit. Ga maar door. Zo, dan zetten we hier een stoeltje op een tafeltje. Dat moet er denk ik wel bij dan. En hallo?
hier een tent. Hoe maak je dat? Gewoon een hekje en dan nog een houtsplate erop. Een wooden plate erop. Zo, erop te zetten dan. Jij, yeah, drinken. Die bel te kutten. Oh, jammer. Wat ontbreekt er nog in zijn zijdes? Bier. Ga maar door. Bier. Ik zeg bier. Bier. Een bier of wat? Dan denk ik dat ze hier nog een stoeltje kunnen zetten zo. Oh. Een tafeltje erop. Zo. Dan op de bar kunnen we een pleetje leggen. Misschien een kassatje maken. Een glas bier. Een glas bier. Hoezo zijn. Bierjongen. Hier, oh fuck. Hier een kassatje. Hang daar gewoon zo. Wel een bordje aan of zo. Oh, zitten ze weer te zijpen hoor. Zo, nou vet. Oh, leuk joh. Je hebt die bovenkant, even jongens, serieus. Ja, de bovenkant heb je dus al slabs gedaan, zodat je wat een vorm krijgt. Ja. En, dan, en met de muur ben ik nog niet helemaal tevreden. Misschien een painting? Want wat kan er nog aan de muur? Een painting? Of is dat niet... Is dat painting niet voor de, bij kan. De niet. Zou ik doen en dan hier, kan je op dit blokje soms, daar. Oh, waar die kan je soms plaats. Een bordje hangen. Oh ja. Ja, sign. En dan nog wat wooden knopjes soms. Hier. Dan hier nog eentje. Oh ja. En dan kunnen we nog een item frame. Met erop. Wat wordt het? Wat wordt het? Een wortel? Ja, je tap lekt hier. Klopt niet helemaal. Nee, ik zie dat het zijn. Ja. Hij lekt hier. Wat komt er op de item frame? Friets natuurlijk. Oh ja. Oh kijk, Donald. En dan ja, een klein frietje. En dan kunnen we nog. In de rondes vind ik ook wat eentonig. Vind je ook niet? We moeten een bierbad, Jens. Wat? Oh, het joh is wat high, denk ik. Nee. Ze is opgekomen. Joe, laatste opmerking. Hey, laten we anders. Ik ga hier staan. Ja, strafkamer. Doe maar even warps. Warpstout. Oh, dat gaat heel erg hard. Jongens, doe maar warpstout. 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 Ja, zo. Ren. Oh, schitterend. Stoute leerling, wow. Jij. Ja, Gio, lach hem maar uit. Pest hem maar. Oh, daar zijn we. Waar zijn we? Waar moeten we naartoe? Sorry. Warpstout. Stout. Waarheen? Warpstout. Ik hoor je echt niet. Status. Waar ben je? Waar ben je? Waar zit je? Ja. Hij is uit de muur gehaald. Zit hier hoor. Ja, we kunnen weer normaal, jongens. We gaan weer door. Het komt allemaal goed. Oké. Die gaan. Oké, waar moeten we naartoe nu? Hoofd. Ik TP nog even voor de laatste details. Ja, is goed. Ja. Dan kunnen jullie zelf aan de slag. Is goed, TP maar. Waarom doe ik back? Oh. Oh, je bent er al. Je kan ook warp school doen voor de mensen. Oh, warp school? Ja? Dat kan, ja. En dan in de praktijk. Van terug naar het huis. Nee jongen, zo, Rick. Ik ben er al. Oh. Rick. Ja, ik ga hier staan. Rick 4044. Zo, dan kunnen we nog... Oh. Er mist nog één ding, Jens. Dat zijn... Een biervat. Wat jij. Maak het dan. Oh ja. Nee, en dan... Een biervat hier maken? Zie je dan. Hier hebben we dan een biervat. Ik maak hier een biervat. En Gio, ik voel nog wat in de rond. Nee, inderdaad. Jongen, jongen. In de rond nog wat details. Wat sters erin. Misschien nog een brain tapijtje, kan ook wel nog. Zo wat kapot, wat het wat verscheurd is, lijkt. De bier van de wilde piraten. Ja, zijn dat is heel nice. Oké. Okay. Oh ja, die vloer, ja, met die carpets. Dan. Hebben we nog een truc voor jullie? Ja. Kan het hebben 6 night? Of niet? Oh ja. 6 night, oh. En dan, als het heel donker is, kan je onder een tapijtje, zet op zijn, een fakkeltje steken. Oh. En dan
zie je het licht niet, maar komt er wel licht vanuit. Maar nu maar zie je wel een klein beetje rook. Die rook. Dus ja, maar normaal staat de fakkel op hout. Je kan het eentje dieper, ja. Op hout, op hout. Ja, kijk maar. Ik weet het niet. Hey. Je kan er ook een beacon onder steken of een glowstone, een tapijtje, ja. Je breekt nu een fakkeltje. Je ziet het toch niet. Dan zie je. Oh, Roy zit daar. Oh, hey Roy. Oh, je bent er. Oh, dit was een beetje de richting, denk ik. Ja. Oké, laten we dan... Dan kunnen jullie zelf aan de slag. Laten we dan even op het boekje klikken. Nee. Dan is dan hun aan de slag. Waar zo? Aan die crew. Oh, dat water. Op het boekje. Laten we water alles gekregen, kijken zo? Of alles op hier. Oh, wat grappig. Hoe is dat water zo? Zie je dat? Dat is... Dit dat is magisch van Disney. Oh. Aha. Ja, van DC Games dan. Dat is de Disney magie. Iedereen is er stil bij mij? Ja, bij mij ook. Oh, toch wel. Oh, gelukkig. Nou, wat kunnen jullie allemaal stilstaan, jongens? Oh, daar gaat het weer. Oh. Ja, als we nou even warpen... Ja, waar moeten we heen? Oké, okay, was even lijst. Op het boekje kan je kijken en dan... Op het boekje en dan zie je een sign. Daar staat op live. Ik weet niet of iedereen dat ziet. Ja, alles staat stil bij mij. Ja, live, alles staat stil. Is het toch? de server hangt vast. Oh. Komt goed. Ik was al aan het klikken, jij ook? Ik ook al. Doei! Klaar uit. Jongens, niet stilstaan, de straf. Alles. Yo. Laat hij eruit? Oh, wacht. Ja, ik klaar uit. Ik klaar niet uit. Ik klaar ook al. I don't know. Even wachten. Heeft iemand zo'n liftmuziekje? Zo, ja, zo. Ja, hij knipt eruit. Zo krekelgeluidje. Hij knipt het eruit. Oh ja, joh. Nee, Dio en ik die kijken altijd elkaar aan, hè? Ja, lekker, ik weet het. Eindelijk. Terugjoinen weer? Ja. Is hij al ik aan? Ik ben er weer. Ja, ik ben er al weer. Ja. Oh, dan ligt boekje. Dus dan even nu op het boekje. To sign. Zo, klik en dan? Live 1? Klikken voor boekje op sign en live. Oh, ja. Welke live? Want je hebt er meerdere. Live 1. Oké, 1. Dat hebben we gemaakt als we warp live instellen. Bij meerdere warp lives kunnen die mensen naar meerdere komen. Dan komen ze er is nog steeds lag. Ja. Oké. Okay. De hele tijd ging het goed nogthans. Ik weet niet waarom die nu even... Ja, dat lukt niet. Nou, dat kan gebeuren. Nou, nu... Goed. Dus we gaan jullie even rechten geven en dan is het aan jullie om het nu even zelf te doen. Om even zelf hier te bouwen. We hebben hier hokjes gemaakt. Dan mogen jullie zelf inrichten wat jullie willen. Een slaapkamer, een bar. Ja, noem maar op wat je wilt. Oh. Oké, we gaan het zelf inrichten. Je les is net gemist. Grappig. Ja. Ja, nou, Roy. Dan is dit een goed iets? Oké. Okay. Dan moeten we jullie even... En packs jij de mensen? Oh, mag... Is al gedaan, volgens mij. Mag Floris fly meer? Is hij fly meer? Koning Floris. Ja, we kunnen wel even VIP geven, anders. Oh, ga. Ja, even een VIP. Ik word daar geteleporteerd naar een gebied, toch? Ja, jij mag samenwerken met Roy. TP hier. Moet dat? Mag het niet alleen? Oh, ja, zeg maar 4 Ja, Roy heeft niet opgelet. Nee, ik heb die les niet. Oké, Roy, help het toch. Help ik heb voor de helft, maar... Help het dan, hè? Hij haat kijk maar goed. Kijk maar goed hoe de bazen doet, hè? Anders moet je met Gio of zo. Weet niet wat ze moeten maken. Ik heb hier ook nog ook voor jou. Klaar. Ja, dat mag je kiezen. Zullen wij... Oh, ja, ik TP Kevin zelf kiezen. TP hier... Meneer aan. Meneertje. Ah, meneertje aan. Goh, al die mensen erin. Kan je hier bouwen, Kevin? Shot. Kijk hier. Ja, oké. En wie moest ik nog hierin te pijen? Aiko. Ja, Aiko. Doe mij maar. Kijk, Robby. Kan je ook bouwen? Ja. Oké, okay, supermooi. Succes. En dan kijken we wie het beste heeft gepresteerd. En dan gaan we even punten geven op 10. Het kleine examen. Het rapport, het proefexamen. Wat moeten we gaan maken, jongens? Want dan kan ik van zijn blokjes bij elkaar gaan raken. Wat we net geleerd hebben, dus de erfding. Je mag een bedje, een bar, een woonkamer, een, bar, een badkamer, oh, okay. Een toilet. Oké, is goed. We doen wel een, ik denk iets van een, hey, wie is hier, De super, zeg maar. Van de voorste. Oh, wow. En Gio, lukt het om blokken te plaatsen met die alcohol? Wij willen wel, ik wil wel dat één hoofdje van dat liggende mannetje heel graag. Ja, dat gaan we zo meteen geven. Ja, die wil ik al van Sam hebben. Nee, hij houdt van liggende mensen. Liggende mensen. Dat normaal ligt de liggende mensen. Normaal ligt hem goed. Maar we doen eens gek.
Ja, een slaapkamer denk ik. Ja, die wil ik hebben. Kan je die pakken? Vergeef aan mij? Ja. Oké. Okay. Mogen we al beginnen? Ja, goed zo, Robby. Die Goblin Boat, is dat ook iemand van Parcraft? Anders mag die ook flyen. Omdat hij dat vraagt voor foto's te maken, maar... Ja, ik weet het niet. Nee, alleen volgens Cyber. Oké, dan geef alleen Floor. Ja, ik wil even bevestigen. Kun je weet maar nooit. Ja, is goed. Meer plek om te kijken, ja. Anders kunnen ze de muren niet bereiken. Bij Kevin kunnen jullie nog komen kijken. Die zijn al goed begonnen, die Kevin en Robert. Ja, bij de dronken Gio is ook al nog die snappen door. Het, die hebben echt kijk, notities bij de hand genomen. Ja? Lekker bezig, Kevin en... ja, concurrentie, Kevin en Robin. Kijk bij Gio. Ook al lekker ook begonnen. Die, oh, die trapjes erop gemerkt. Ja, iedereen. Oh, en Jill is ook al lekker bezig. Mhm. Jill... Denk aan veel detail, gewoon lekker wild. En misschien met het meest originele kun je ook wel iets fantastisch van punten winnen. Dus lukt het een beetje, je zit echt geconcentreerd stil aan het bouwen. Ja, ik ga even kijken, bij goede Vincent en de Roy, die zijn ook lekker bezig met een slaapkamer. What the hell? Wat een verrassing, Gio gaat natuurlijk ook weer voor de bar. Ja. Kijk maar goed hoe de bar het doet. De bar het doet, hé. Het is allemaal flesjes, hè. Wil je je trapje maken? Dat ze niet kunnen freerunnen. Nou, ik wou dus inderdaad weer. Kijk hier. Doei Dennis. Oh, je kijkt die boy de steempje. Hoe is lief die skin achter je? Kijk dan. Oh. Lief hè. Laat het me zeker weten wanneer jullie af zijn, of klaar zijn, niet af zijn. Want daarna kunnen we misschien afsluiten met een nieuwe minigame die we hebben. Vincent heeft allemaal stiekem eens getest, hè Vincent? Oké, okay, goed, een goede afsluiting, ja. Ik maak nog even iets wat ik zag nog, wacht even. We hebben zelfs twee nieuwe minigames, maar die moeten jullie zelf komen. We hebben zelfs twee nieuwe minigames, ja. Kunnen we nog, dan zien we wel hoeveel tijd we nog hebben. Goed. Jullie hoofdjes nodig hebben, dan vraag ik het maar. Is goed. Een poebeer. Ja, heb je zo'n rechtop hoofdje? Precies van die die ook slaapt? Zoeken. Even zoeken. Ik denk dat jullie huurders hebben boven jullie. Ja. Wat heb je? Jullie hebben huurders. Huurders boven jullie. Achter je Vincent ligt het hoofdje. Achter je Vincent ligt het hoofdje. Ja. Oké, ik mute mezelf. Ja, dames en heren. Excuses. Mensen, vond je dit een leuke video? Jazeker, Marino. Jazeker. Vergeet geen like. En te abonneren. En zijn we volgende keer terug bij een nieuwe aflevering. Aflevering 3, de laatste aflevering van de Piratenschool. Excuses.